Hoi, ik ben Arthur Krijgsman, meester Arthur. En in deze kennisclip ga ik jou laten zien hoe je een Sudoku kan oplossen. Onder in de beschrijving zie je al een heleboel websites staan waar je Sudoku's kan spelen. Dat scheelt je misschien weer zoektijd. Op Google kan je nog honderden andere sites vinden. Ik ga je eerst uitleg geven hoe een Sudoku opgelost kan worden. Dat is vrij snel klaar. Daarna kan je lekker zelf aan de gang. Of je kan ervoor kiezen om een Sudoku die ik ga oplossen mee te kijken. Om wellicht misschien nog beter te worden in het oplossen. Of misschien wel om te denken, nou sorry meester Arthur, dat zou ik lekker heel anders doen. En dat is natuurlijk ook goed. Let's go. Elke Sudoku ziet er zo uit. Een groot vierkant met 9 vlakken. En in elk vlak 9 hokjes. In elk vlak wat je ziet, moeten de cijfers 1 tot en met 9 ingevuld worden. Maar elk cijfer mag maar 1 keer in een vlak staan. Er zijn ook 9 rijen. En wat hetzelfde geldt voor het vlak, geldt ook voor de rij. Er moeten 1 tot en met 9 staan, maar elk getal mag maar 1 keer voorkomen in de rij. En je raadt het al, ook de kolommen, je hebt 9 kolommen, geldt hetzelfde voor. Er moet 1 tot en met 9 inkomen, maar elk getal mag er maar 1 keer in staan. Stel dus dat je hier in dit vlak een 2 hebt staan, in dat hokje. Dan mag dus in dit vlak geen andere 2 komen, in deze hokjes mag geen 2 meer komen. Maar ook in deze kolom mag geen 2 meer komen. En in deze rij mag verder geen 2 meer komen. Dus deze 2 is uniek in deze positie en in dit vlak. Hier mag dus bijvoorbeeld geen 2 staan. Hier ook niet. En hier ook niet. 1 positie, 1, 2. Een 3 zou dus hier kunnen staan. In dit vlak mag dan verder geen 3 meer voorkomen. In deze rij ook niet. In deze kolom ook niet. Maar hierboven, in een ander vlak, in een nieuwe kolom, een nieuwe rij, mag het bijvoorbeeld weer wel. Ze raken elkaar hier wel, maar dat geeft niet. Ze mogen alleen niet in dezelfde vlak, in dezelfde rij of in dezelfde kolom voorkomen. Hopelijk kan je met deze uitleg jouw Sudoku nu oplossen. Ik ga nog even verder in dit filmpje door een gemiddelde puzzel qua moeilijkheidsgraad gemiddeld op te lossen en te laten zien hoe ik dat doe. En zo ziet een Sudoku er normaal gesproken uit, met al een paar ingevulde hokjes en ook een heleboel lege die je dus zelf noemt al puzzelend nog moet gaan invullen. Zelf kijk ik altijd eerst even naar het geheel van de Sudoku. Of er misschien al vlakken, rijen of kolommen gedeeltelijk gevuld zijn en waarbij ik al kan zien wat dus de lege vakjes zouden moeten gaan worden, de lege hokjes. Ik zit even te kijken. Ik zie 3 tweeën in het midden. 2, 2, 2. Nee. Nou, zo op het eerste gezicht kan ik geen lege cellen zien. Misschien zie jij ze wel. Laat het me vooral weten als je het gelijk ziet. Maar iedereen heeft natuurlijk zijn eigen niveau. En misschien als jij net begint is het handiger om een wat simpelere te nemen. Een simpelere Sudoku. Bijvoorbeeld 1 ster of een makkelijke, om gewoon eens even te oefenen hoe het gaat. Maar dit is een gemiddelde, ik denk zo 3-4 sterren. Dus ja, dat wordt al wat moeilijker en je hebt ze ook volgens mij tot 9 sterren. Ik weet het niet precies, maar je hebt ze ook super moeilijk die ik nog niet eens kan. Dan moet ik nog veel meer oefenen. Zelf begin ik nu bovenaan, linksbovenaan in het eerste vlak. En dan ga ik eens even kijken of ik een 1 kan vinden. Nee, de 1 kan hier niet, want hier staat een 1. Maar dan heb ik nog 4 vakjes over, nog 4 hokjes. Dus als die 4 hokjes, dat is te veel, daar kan ik niks mee. Zodra er nog maar 2 hokjes over zijn waar ik een getal in kan vullen, dan vul ik ze meestal al heel klein bovenaan in, maar dat zal ik zo laten zien. Ik ga even verder zoeken. Ja, bij de 3 zie ik dat bijvoorbeeld. Ik heb hier een rij, in deze rij zit een 3. En hier staat een 3, dus hier kan die in elk geval ook niet. Dus deze rij, deze 3 vakjes, die zijn uitgesloten van de 3. Dus de 3 moet hier of daar. Dan doe ik even met een andere kleur.
zet ik hier een 3 neer in het hoekje en hier een 3 neer in het hoekje. Dan weet ik dat dat de enige hokjes zijn waar die 3 kan komen. Het voordeel vind ik daarvan is dat ik dus nu in deze kolom al weet dat één van deze twee een 3 is. En ook in dit vlak is dit of dit een 3. Ik zie nu ook dat dit hokje of dit hokje een 5 moet zijn, want hier staat een 5. Dus deze 3 kunnen geen 5 zijn, want anders zou het in dezelfde kolom zijn. Dus deze of deze is een 5. Dat kan niet anders. Dus in die rij weet ik al dat de een van die twee hokjes de 5 moet zijn. Ik ga naar de volgende vlak, want ik ben klaar met het eerste vlak. Ik zie verder niks meer. Ik zie hier een 1 en hier een 1. Dus ik weet dat dit een 1 moet zijn of dit een 1 moet zijn. Deze en deze kunnen allemaal een 2 zijn. Dat mag je natuurlijk ook wel invullen als je denkt, oh dat is handig. Zelf doe ik dat niet, want dan wordt het voor mij echt te ingewikkeld en te chaotisch. Dan zie ik het niet meer. Maar als dat jou ligt, dan moet je dat vooral doen. De 5 zie ik hier in een kolom en hier ook in een kolom. Dus deze kan een 5 zijn of deze kan een 5 zijn. Want al die andere lege vakjes, hokjes, die kunnen geen 5 zijn. Want die staan hier al in de kolommen. Dan weet ik gelijk een ander ding. Namelijk dat dit zijn ook 2 vijven. Hiervan weet ik zeker dat ze één van deze twee hokjes een 5 moet zijn. Dus ik kan hem eigenlijk al gelijk weer weghalen hier. De 5 en de 1 kan ik weghalen, want die weet ik nu. Dit is dan namelijk de 1 en dit is de 5. Want die 5 kan hier helemaal niet, omdat hier een 5 zou moeten staan. En hier had ik een 1 in een van de twee vakjes. En nu weet ik dus zeker dat dit een 1 en een 5 is. De 8 staat hier in de rij en hier staat ook een 8 in de rij. Dat betekent dat deze 3 hokjes geen 8 kunnen zijn. Blijft er nog maar 1 over. En dat is deze. Ik weet nu ook dat dit een 9 moet zijn. Of dit hokje een 9 moet zijn. Omdat hier al een 9 staat, kan dit geen 9 zijn. Dus een van deze twee hokjes moet een 9 zijn. Hetzelfde zie ik hier nu in het derde vlak met de 2. Dit moet een 2 zijn. Of dit moet een 2 zijn. Ik zie nu hier een 7 en hier een 7. Deze twee rijen hier in deze hokjes kunnen dus geen 7's. Hier zie ik ook een 7. Dus dan hou ik nog 2 hokjes over waar de 7 zou kunnen. Dus deze en deze. En meer zie ik niet in dat vlak, dus ik ga naar het vierde vlak. Hier zie ik een 4 in deze rij. Dus deze, dit hokje en dit hokje kunnen niet. En hier zie ik ook een 4 in deze kolom. Dus hier kunnen ook geen 4'en. Dus de 4 kan in dit hokje of in dit hokje komen. Ik zie hier in deze rij 5 staan. En ook zie ik hier in deze kolom een 5 staan. Dat betekent dat er nog maar 1 hokje over is voor de 5 in dit vlak. En dat is hier. Verder zie ik niks in dit vlak. Dus ga ik naar nummer 5. Hier staat een 4 in deze kolom. En hier staat een 4 in deze rij, dus ik hou weer maar 2 vakjes, hokjes over. Dit hokje en dit hokje, waar de 4 kan staan. Hier staat een 7 in deze kolom. En hier staat een 7 in deze rij. Dat betekent dat alleen hier en hier de 7 kan in deze hokjes. En meer zie ik niet in dit vlak, ga ik naar de volgende. Hier zie ik een 5 in de rij. Hier zie ik ook een 5 in de rij. Die heb ik zelf al ingevuld. Dat betekent dat alleen de bovenste twee hokjes in dit vlak een 5 kunnen zijn. Hier zie ik een 7 in deze kolom. In deze kolom zie ik ook een 7. Dat betekent dat alleen dit hokje en dit hokje de 7 kan zijn. Dan zie ik nu gelijk als ik hier boven kijk in het andere vlak. Daar kijk ik meestal ook gelijk even naar. Ook een 7 staan. Deze 7 die kan dus niet. Omdat dit zeker weten, dit hokje of dit hokje is een 7. Dat weet ik zeker. Dus deze kan nooit een 7 zijn, want dan zou die in dezelfde kolom staan. Dus ik kan nu al in het bovenste vlak de 7 invullen. De 8 staat hier. Boven in het vlak en ook helemaal onderin in het vlak. De
Dus ik weet ook zeker dat dit hokje of dit hokje een 8 moet zijn. En de 9 heeft 3 opties. Ik kies ervoor om dat dan niet in te vullen, omdat het voor mij anders te chaotisch wordt. Wat ik al eerder zei, je kan het dus zelf gewoon wel invullen. Net wat jij handig vindt. Maar je moet het overzicht nog wel kunnen houden. Ik ga naar het volgende vlak. Daar zie ik 2 keer een 2 in de rijen staan. En 1 keer hier een kolom met een 2. Wat betekent dat alleen dit of alleen dit een 2 kan zijn. Ik zie hier een 7 en hier een 7 in de kolommen staan. Hier een 7 in een rij. Dat betekent dat dit geen 7 kan zijn. Dit geen 7 kan zijn. Dat niet. Hou ik er nog maar 1 over. En meer zie ik niet in dit vlak. Dus ik ga weer naar de 8e. Naar het 8e vlak. En nu heb ik profijt ervan dat ik af en toe alvast de opties invul die mogelijk zijn. Want hier kan een 4 komen. Of hier kan een 4 komen. Dat weet ik zeker. Dus in deze kolom kan geen 4 meer verder komen. Hier staat al een 4. Dus dit moet een 4 zijn. Dit is de enige optie in dit vlak waar de 4 nog kan komen. De 7 heb ik 2 opties. Hier in deze rij staat namelijk al een 7. In deze rij staat ook een 7. Dus dan hou ik deze over en deze. En dan ga ik naar het laatste vlak. In het laatste vlak zie ik helemaal geen opties. Dus dan ga ik kiezen of ik nu eerst de rijen ga doen of eerst de kolommen. Ik wissel daar wel eens bij om. Net waarvan ik denk, goh, de kansen dat ik eerst de kolommen doe is groter. Dat ik dan meer getallen heb. In dit geval weet ik het niet zo goed. Ik begin gewoon met de kolommen. En dan ga ik beginnen met de eerste kolom. In die eerste kolom zie ik in dit vlak een 1 staan. Dus deze 3 hokjes, daar kan geen 1 komen. Omdat die al in dit vlak staat. Maar dan hou ik nog steeds de optie dat die hier komt. Of in deze 2. En dat zijn te veel opties. Daar kan ik nu nog even niks mee. Dus ik vul het dan niet in. Verder zie ik in die kolom helemaal niks meer. Dus ik ga naar de tweede kolom. In de tweede kolom zie ik dat de 1 hier niet kan. Omdat hij hier al staat in dezelfde rij. En ik zie dat hij hier niet kan. Omdat hier ook al een 1 staat. Dus in het midden kan ik hem ook niet zetten in het onderste vlak. Dus is de enige optie hier of hier. Hier staat al een 4 in het vlak. Dus nou, deze zijn al gevuld in het midden. Dus de 4 is één van deze 3 hokjes. Hier heb ik al een 4 ingevuld. Dus de 4 kan alleen maar hier of hier. Ik heb hier al een 5 staan in het vlak. In dit hele vlak kunnen dus geen 5 meer. Dus niet in één van deze 3 hokjes van deze kolom mag een 5. Dat blijft dus alleen de bovenste over die er dus al als optie staat. En dat is hem dus. Dit wordt de 5. In dezelfde kolom ben ik nu bij de 9 aangekomen. Ik zie hier in de rij een 9 staan, dus hier kan geen 9. Dat betekent dat de onderste 2 hokjes allebei een 9 zouden kunnen zijn. Dat betekent ook dat 4, 9, 4, 9, dat daar dus in de onderste nooit een 1 kan staan. Want het is een 4 of het is een 9. En dat betekent dat het bovenste hokje van dit vlak in het midden een 1 is. Ga ik naar de derde kolom. Ik zie helemaal verder niks in de derde kolom, dus ik ga snel naar de vierde. Het enige wat ik in de vierde kolom alweer zie, is dat de 9 alleen maar in de onderste 2 hokjes kan. Want in deze rij staat al een 9. En hier in dit vlak zit ook al een 9, dus dat kan hem niet zijn. Dus de optie is alleen deze of deze. En dan zie je dus ook, als dit strakjes misschien een 9 is, weet ik zeker dat dit de 9 moet zijn. Of andersom, als dit de 9 is, weet ik dat dat de 9 is. Dus op die manier kan ik strakjes ook weer heel snel zien wat het moet zijn en dat invullen. Ik ga snel naar de vijfde kolom. In de vijfde kolom weet ik niet precies waar de 6 moet staan. Maar ik heb nog maar 2 opties, namelijk de 6 en de 8. Die ontbreken nog in die kolom. De 8 staat al in het bovenste vlak. Dus de 8 moet in het middelste vlak.
namelijk hier. En dan blijft er nog maar één over, dus dan weet ik zeker dat dit de 6 moet zijn. Vaak controleer ik het nog even of ik misschien geen fouten maak, want dat kan natuurlijk ook. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deze kolom is helemaal klaar. Ik ga naar de volgende kolom. In de bovenste vlak hier zie ik dat er 2 nog ontbreekt. Het kan in dit hokje of in dat hokje komen, maar één van deze 2 hokjes moet in elk geval de 2 komen. En verder zie ik niks in die kolom, dus ik ga snel naar de volgende kolom. In die kolom zie ik dat de 4 alleen in dit hokje kan, of alleen in het onderste hokje. Maar wederom, omdat ik dan strakjes echt niet meer weet welke 4 in die kolom nou de opties waren. Je zou kunnen kiezen om bijvoorbeeld met een rode kleur de kolommen te doen en met een gele kleur de rijen. Maar zelf laat ik hem gewoon eventjes open, want meestal lukt het me wel als ik alleen in de vlakken de 2 opties groen maak in dit geval. Dus ik kies er nu voor om het even niet in te vullen. En meer zie ik niet in deze kolom. Ga ik naar de 8e kolom. En daar heb ik er weer één gevonden. Want in de 8e kolom, hier in deze rij staat al een 6, dus dit kan geen 6 zijn. Hier staat ook een 6, dus dit kan ook geen 6 zijn. Dan blijft er dus nog maar 1 over. En dat is deze. Dan weet ik ook dat in dit hokje alleen maar een 1 of hier een 1 kan komen. En dan moet ik even kijken welke het nog ontbreekt. Dat is de 5. Dan kan dus... Nou, dan weet ik het eigenlijk al. Want hier in dit geval moet de 5 hier komen. Omdat hier in deze rij al een 5 staat en in die rij ook al een 5 staat, haal ik de 1 gelijk maar weer weg. En dan vul ik de 5 in. En dan weet ik ook de laatste, de 1, die moet dan in het laatste hokje van die kolom komen. Ga ik naar de laatste kolom. Ik zie de 1 in deze kolom en in deze kolom. Dus ik weet zeker dat in deze, een van deze 3, de 1 moet komen. Maar hier zie ik dus al in deze rij een 1 en hier een 1. Dus ik weet helemaal 100% zeker dat dit de 1 moet zijn. De 4 weet ik niet zeker, heb ik namelijk 2 opties. Die kan hier zijn of hier zijn. Omdat hier in de bovenste rij al een 4 staat, weet ik dat er dus nog maar 2 hokjes over zijn waar de 4 zou kunnen. En zo zie je dat ik dus niet alleen in de kolom blijf kijken, maar natuurlijk ook in het vlak en ook in de rij af en toe meekijk van hé, wat is er dan anders en hoe zou het dan kunnen? En net als net, ik zie nu de 5 in deze rij staan en de 5 staat ook al in de volgende rij. Dat betekent dat de 5 hier moet komen en dan weet ik dus ook gelijk dat de 4 in die andere moet. Hier komt dan de 5 en hier komt dan dus de 4, dat kan namelijk niet anders. En dan hou ik er nog maar 1 over, 1, 2 en dat zou de 3 moeten zijn. En dan kan ik dus ook in het vlak al gaan kijken of dat klopt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Het klopt. Voor de duidelijkheid haal ik dan de groene en vieren eventjes weg, anders dan vind ik dat weer verwarrend. En zo heb ik alle kolommen 1 voor 1 bekeken. En af en toe, wat ik al zei, haal ik dan toch de vlakken erbij en toch de rijen. Maar ik probeer die kolommen dan aan te houden, dat houdt het voor mezelf duidelijk. En dan ga ik nu met de rijen verder. Dan begin ik meestal bovenaan. Ik zie dat hier een 4 staat. Dus in dit vlak hier kan ik geen 4 meer kwijt. Deze is al gevuld, dus één van deze 2 moet een 4 worden. Dan zie ik hier in deze kolom al een 4 ingevuld en in deze kolom ook. Dus weet ik nu zeker dat de bovenste hier de 4 is. Ook zie ik dat hier de 6 al staat, dus deze 2 hokjes kunnen nooit de 6 zijn, omdat die al in dit vlak zitten. Hier heb ik er nog maar 1 over en dat betekent dus dat dit de 6 is. Dat betekent direct ook, omdat hier een 2 staat en hier, dat dit de 2 moet zijn. Want die 2,
Dat was de enige optie die ik heb opgeschreven. Dus dat moeten 2 zijn. Ik heb in de eerste rij dan nog 2 lege hokjes. En ik mis dan dus nog 2 getallen. Dat is de 5. Nee. Zie, ik maak ook nog wel eens een foutje. Hier staat de 5 natuurlijk al. Dan ga ik vaak gewoon even tellen. De 2 mis ik. En de 9. 2 en de 9. En die vul ik dan toch wel even in groen in. Want die heb ik misschien straks weer ergens onderin. Die ik dan invul. En dan weet ik hem gelijk ook boven. Ga ik naar de tweede rij. In de tweede rij zie ik niks. Dus ik ga naar de derde rij. En in de derde rij zie ik dat hier al een 1 staat in dit vlak. Dus dit kan geen 1 zijn. Hier staat hij ook al in dit vlak. Dus dit kan ook geen 1 zijn. Plus dat dit een 2 of een 9 moet zijn. Dus dat is logisch. Dus dit moet de 1 zijn. En dan kan die 3 daarboven ook gelijk ingevuld worden. In die rij zie ik nu ook dat hier de 2 al ingevuld staat. Dat heb ik net niet gezien. Maar nu denk ik, oh, dan kan ik deze vast invullen. Want dan moet dat dus de 9 zijn. En dit de 2. En in beide rijen heb ik nu nog maar 1 hokje over. Dus ik kan ze allebei invullen. De 3 komt hier. En de 9 is dan de laatste die ik hier nog moet invullen. Komt daar. Ik kijk gelijk even of er nog andere zaken zijn die ik dan nog kan invullen. Omdat ik dan een aantal hokjes heb gevuld. Zou dat kunnen? En dan ga ik door naar de vierde rij. Wat ik in deze rij wat mij opvalt is dat hier bijvoorbeeld een 6 staat in dit vlak. Hier ook een 6 staat in dit vlak. Dus deze 2 hokjes kunnen alleen maar een 6 zijn. Die vul ik dan ook weer even in het groen in. Want dat betekent namelijk nog iets anders. Als dit alleen maar 6 kan zijn en dit ook. Dan heb ik hier dus een 6 of een 8 en hier ook een 6 of een 8. Die 5 kan dus helemaal niet. Haal ik weg en vul ik dan gelijk in. In het rechtse hokje daar, in de rij. Want dan weet ik zeker dat dit de 5 moet zijn. En omdat ik al in dat vlak nu bezig ben, zie ik dat daar nog maar 1 optie over is. En dat is de 9. En die 9 kan dus hier in dit hokje of in dit hokje. En dan vul ik dat ook gelijk in. Dat is net zo makkelijk. Ik heb straks de 3 wel gezien die dan in dit hokje kan of in dit hokje. Maar ik dacht, ik ga nog even door. Omdat ik hoopte dat ik uiteindelijk misschien die hele rij wel zou kunnen invullen. Maar meer dan dit lukt me nu niet. Dus ik ga naar de volgende rij. Ja, ik zie hier een 7 staan in dit vlak. Dus dit kan geen 7 zijn. Dit is een 6 of een 8. Dit is een 7 of een 9. Dus dit moet 7 zijn. En dan is die daaronder dus een 9. Hier heb ik de 8 al ingevuld. Dus dit kan nooit de 8 zijn. Kan ik die ook gelijk invullen. Dan is dit de 6. En dit de 8. En dan controleer ik het dus altijd nog even. Ik heb hier nog 1 optie in deze rij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En de laatste is, ja hoor, een 9. En dan kijk ik ook deze nog even na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Geen fouten. Soms maak je wel een fout en dan kan je hem dus gewoon weer wissen of uitgummen of whatever. En dan kan je dus weer opnieuw. Die 9 die ik net heb ingevuld. Hier staat een 2 of een 9. Dus ik kan ook gelijk hier invullen dat dit de 2 moet zijn. En dit de 9. En omdat dit nu de 2 is. Dan zie ik hier een 2 staan. Dat kan dus geen 2 zijn. Dus moet dit de 2 zijn. En dan ga ik naar de volgende rij. Daar zie ik alleen een 8 die ik eventueel hier kan invullen. Of hier. Omdat hier en hier al een 8 staan. En meer zie ik even niet. Het kan dus nog steeds zo zijn dat jij nu wel iets ziet wat ik niet zie. Hè? Dat kan natuurlijk. Ik denk als je het samen doet dat je echt wel verschillende dingen zou zien. Ik ga naar de volgende rij. Ik weet dat het een 6 en een 8 moet zijn in de lege hokjes. Maar ik zie niet waar de 6 en waar de 8 komt. Dus ik laat ze nog even leeg. Ik ga naar de volgende rij.
Daar zie ik verder niks, dus ik ga naar de laatste rij. In de laatste rij zie ik dat in het middelste vlak geen 4 kan. Dus in deze kunnen geen 4. Hier kan ook geen 4 en hier staat al een 4. Dus dit is de laatste waar de 4 kan. En dan weet ik zeker dat dit de 9 is zoals ik dat in het groene net al had ingevuld. Dat betekent ook, zoals ik hiernaast zie, dat niet dit de 9 kan zijn. Dat kan niet, want die staat nu hier al. Dus dit moet de 9 zijn. Ik zie dat de 8 hierboven staat. Die kan hier dus niet ingevuld worden. En dan blijft dit als enige hokje over voor de 8. En dan weet ik dus ook zeker dat dit de 3 moet zijn. Want die had ik nog niet in die rij. Ik kijk dan gelijk even naar dit vlak, omdat ik nu zie dat hier nog maar 3 hokjes zijn. En ik zie dat hier de 8 staat. En de 8 ontbreekt nog in dit vlak. Dat betekent dat dit de 8 moet zijn. Het laatste getal wat in dit vlak ontbreekt is de 6. Die kan hier of die kan hier. In deze rij weet ik dan dus dat er nog 1 over is. 1, 2, 3. Dat is de 3. Dus die kan ik ook gelijk invullen. 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dan heb ik deze rij nog niet compleet, maar omdat ik zeker weet dat deze hokjes een 6 of een 7 moeten zijn, kan ik die 3 gewoon al invullen. En dat betekent nog iets. In het linker vlak, links onderin. 1, 2, 3, 4, 5. En dan mist de 6 nog. Die kan ik ook vast invullen, want dat is de laatste in dit vlak die ik in moest vullen. Iets daarboven zie ik hier nu een 8, een groene 8, maar hier heb ik net een 8 ingevuld. Dus dan weet ik ook weer dat dit de 8 moet zijn. En dit de 4. Ook in dit vlak hou ik dan nog maar 1 hokje over. En dat is de... Ik wou 4 zeggen, maar dat is hem niet. Het is de 6. Dan kan je altijd ook nog de kolom controleren of dat inderdaad klopt, die 6. En ja, dat was de enige die ook in de kolom nog ontbrak. Ik zie nu nog maar 1 vlak waar hokjes leeg zijn, waar ik het nog niet zeker weet. Het onderste vlak weet ik al zeker dat dat een 6 of een 7 moet zijn. Maar alleen in het middelste vlak kan ik nog gaan invullen. Dus dat is nu hetgeen wat ik ga doen. Ik ga in het middelste vlak kijken. Ja, wat ik nog verder in kan vullen. En als het goed is, kan ik hem nu oplossen. Ja, ik zie hier een 3 staan. Dus dit is geen 3, maar dit is de 3. Hier zie ik een 6 staan. Dus deze twee hokjes kunnen geen 6 zijn. Dus dit moet de 6 zijn. Dat betekent automatisch dat dit de 4 is. En dit de 7. Dan weet ik hieronder dus ook dat dit de 6 moet zijn. Omdat dat natuurlijk niet ook een 7 mag zijn. En dan hou ik hier de 7 over. Dan kan ik eventueel al het groen nog even weghalen, zoals ik nu doe. En dan is mijn Sudoku opgelost. Ik hoop dat dit je iets verder op weg helpt om het zelf te doen, want daar gaat het natuurlijk om. Dat je iets met mijn tips kan om dat zelf op te lossen. En ik hoop dat je er veel plezier aan beleeft, want het is gewoon leuk om te doen. En mocht je dit niet leuk vinden, zoek dan iets anders om te doen, waar het wel leuk is. Want dat is vooral voor de fun, hè. Mocht je deze leuk vinden, like hem dan even. Abonneer op mijn kanaal als je denkt, ik wil wat meer van die Meester Arthur zien. Mocht je tips en trucs hebben, nou prima, mail me op mail@meesterarthur.nl of start een discussie onder in dit filmpje. Einde van deze vlog. Tot de volgende vlog. Doei!